Twee jaren na de verkiezingen kan gesteld worden dat de economische situatie in het land stabiel is. Dit zegt VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin. Hij geeft aan dat we als land nog niet zijn waar we moeten zijn. Maar het volk kan er sowieso op rekenen dat het beter zal gaan in de komende drie jaren. Hij zegt dat de samenleving erop kan rekenen dat er ondersteuning komt. Wat we hebben gezien direct na het tekenen met IMF. En IMF is niets anders dat eigenlijk de regering, de bestuurders, gedwongen worden zich te houden aan de regels. En na het tekenen met IMF zien we dat vanuit verschillende instanties, multilaterale instellingen, dat er heel wat ondersteuning gekomen is en komt, waardoor er toch wel verlichting in die samenleving voelbaar zal worden. Dus we zien dat de investeringen, de ontwikkelingen die op gang komen, dat zal meehelpen aan de economische ontwikkeling. En ik denk dat die samenleving mag en kan rekenen dat na deze 24 maanden, de resterende van de 60 maanden, het beter en steeds beter zal gaan. Gayadin zegt dat de mensen nog steeds klagen, maar ze tonen wel begrip als zaken goed aan hen worden uitgelegd. Hij wijst erop dat de regering sinds haar aantreden op 16 juli geprobeerd heeft om de economische situatie stabiel te houden. Deze regering moest eerder overnemen omdat de vorige regering financieel vastzat, benadrukt Gayadin. Ze konden zelf geen lonen uitbetalen. Dus dat zien we als een van de verdiensten, dat de financiële situatie toch wel, ondanks het verslechterd was, enigszins stabiel is gehouden. Dat we geen perikelen hebben gehad, dat lonen niet uitbetaald konden worden, dat de normale huishouding van de staat in orde is gekregen. Dat men, want je had een situatie waarbij meer werd uitgegeven dan de inkomsten. Dat is, laten we zeggen, enigszins gelijk gebracht, waardoor je een situatie hebt waarbij je na twee jaren kan zeggen van hey, we hebben een punt bereikt, een stabiele punt, waaruit ontwikkeling kan komen. Gayadin is zich ervan bewust dat de samenleving offers heeft moeten brengen, maar de regering werkt eraan om de leefsituatie te verlichten. Gayadin zegt dat de regering alles zal waarmaken dat tijdens de verkiezingscampagne is beloofd.